Gebed wijzen. Voordat men het gebed gaat verrichten, dient men aan de voorwaarden te voldoen die we eerder genoemd hadden. Het is aanbevolen om recht in de sutra te bidden, dus iets voor je neerlegt, zodat mensen niet voor jou lopen. Men dient te kijken naar de plaats waar de sujud verricht wordt, dus waar je gezicht neer gaat liggen. Hij dient zijn voeten zo neer te zetten in het verlengde van zijn lichaam. Bij het zeggen van Allahu Akbar, om het gebed te openen, hef je ook jouw handen op. Het opheffen van jouw handen, dat doe je ter hoogte van de oren of de schouders. Vervolgens leg je jouw rechterhand op jouw linkerhand. Of je houdt je linkerhand vast met jouw rechterhand. Het is aanbevolen om het gebed te openen met een smeekbede. Vervolgens zegt men A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En dan Bismillahir Rahmanir Rahim. En reciteert vervolgens Surat al-Fatiha. Vervolgens reciteert men datgene wat hij wenst uit de Koran. Allahu Akbar. En dan zegt men Allahu Akbar. Zoals je ziet verricht men vervolgens de ruku' en houdt zijn rug recht. En houdt met zijn handen zijn knieën vast. Dus je verspreidt jouw vingers en daar hou je mee jouw knieën vast. Ja, je maakt jezelf niet breed in de rukoo' met jouw ellebogen, maar je houdt ze recht. En zegt vervolgens Subhana Rabbi al-Azim. En het is aanbevolen om andere smeekbedes te zeggen die overgeleverd zijn. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, wa bihamdi subuhun quddus rabbul malaik wa ruh, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Bima warad. Zoals de smeekbedes die de sheikh heeft opgenoemd. Die zijn op te vinden in de schrijfwerken. Ja, wanneer men dus terugkomt richting de ruku', dan heft men zijn handen op en zeggende Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida, om deze wijze. Als hij zo recht staat, dus terug staat in de rechtstaande positie. Dan is het aanbevolen om zaken aan toe te voegen die overgeleverd zijn. Allahu Akbar, yasjud. Vervolgens zegt men Allahu Akbar en verricht men de sujud. Yadha' batin asabi' rijlain 'ala al-ard. Ar-rijlain yaj'aluhum 'ala al-ard. Ja, je voeten die zet je op de grond. Naam. De tenen richting de qibla, zoals je ziet, krom. Yahrum 'alayna arfa' rijlain. Het is verboden om je voeten op te heffen. Of eentje op de andere legt. Of je ellebogen gestrekt op de grond legt. Of dat hij zich klein maakt. En hij zegt in deze positie, Subhana Rabbi al-A'la, verheven is Allah. En je mag eraan toevoegen wat overgeleverd is, dus andere smeekbeden. En je keert terug in de zittende positie, zeggende Allahu Akbar. De posities in het gebed zijn vaak en bijna altijd zo als je ziet. Behalve als het gaat om het gebed waarin de tashahud, dus Allahumma salli ala Muhammad tot het einde. Als deze meer dan één keer voorkomt, dan is het aanbevolen om in de tweede op deze wijze te zitten. Dus in de tweede tashahud op deze wijze te zitten. Het is verboden om op deze wijze te zitten, zoals de sheikh nu laat zien. Ja, als men in deze positie zit, in de tashahud, dan verricht men de tashahud zoals deze overgeleverd is. Nou, om het gebed uit te treden dient men de groet uit te spreken. En dat doet men naar rechts en naar links. En het enige wat daarbij in beweging komt is het hoofd. En men hoeft niet te overdrijven in het opzij kijken bij het groeten om uit het gebed te treden. Ja, of met zijn hoofd op en neer gaat omhoog en omlaag. Of met zijn handen op en neer bewegingen maakt. Wallahu a'lam.